Jan Suikers bij de winnares. Laura Verdonschot, hoeveel deugd doet dit? Ja, heel veel deugd. Ik had wel verwacht dat het rondje mij ging liggen, maar het was afwachten hoe dat ik hersteld was. En de eerste rondes moest ik heel het aankampen en achtervolgen, zowel achter Manon als achter Ellen. En toen ik bij Ellen kwam, voelde ik ook dat zij op bot zat. En, ik kwam erover en ik wist dat ik misschien iets beter was aan het lopen. En het was niet de bedoeling om daar al weg te rijden, maar op de technische stukken eerst te zitten. En ja, ik had een gaatje en dat was het moment dat ik niet meer moest twijfelen. Na al wat je dit seizoen overkomen is, je hebt veel pech gehad, je bent ziek geweest, dan moet dit op het einde van het seizoen ongelooflijk zijn. Ja, je moet weten dat ik na het WK wilde stoppen en dat ik deze crossen allemaal had willen schrappen. Maar gisteren was ik derde en vandaag win ik nog een cross. En ja, ik ben blij dat ik zo kan gaan afsluiten en ik hoop dat als Mal nog goed is. En ja, dan kan ik toch nog gerust de zomer ingaan. Fits je dan in die laatste ronde ook alle twijfels uit je hoofd? Nee, dat niet. Ik bleef mij schrik in het hart zitten dat ik nog fouten kon maken. Er kon nog van alles gebeuren. En ik was aan het denken, ik hoop dat ik het nu maar kan volhouden. En dat het eindelijk lukt. En ik voelde wel dat ik goed was. En ik ben blij dat ik het kunnen houden. Op het einde van het seizoen nog winnen, dat geeft ook moraal, zoals ze zeggen, om door te gaan en een goede zomer te maken. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk te laat. De belangrijkste koersen zijn geweest. Maar dat staat toch op mijn palmares en ik kan het er toch nog bij schrijven. En ja, het is beter om zo te kunnen afsluiten dan ik moet afsluiten zoals het voor het WK ging. Dus ik ben blij dat ik vandaag cross win. Dankjewel, Laura. Tot op het bot. Jolien Verschuren daar nog in een spurt met...